Politici in Den Haag reageren bezorgd op een nieuwe actie tegen Tweede Kamerlid Thierry Baudet. In onze democratie mag je op alle manieren je gevoelens uiten, maar je blijft van mensen af. Je blijft van hun omgeving af en je blijft zeker ook van hun huis af, zegt D66-leider Alexander Pechtold. Het huis van Baudet in Amsterdam is voor de tweede keer in een week tijd aangevallen. De voordeur van de leider van Forum voor Democratie werd gisteren besmeurd. Er werd een bijtende stof onder zijn deur doorgespoten. Afgelopen donderdag werd de deur al beklad met roze verf. Toen werden er een anarchistisch teken en het vrouwensymbool op de deur geschilderd. De actiegroep Radicaal-Anarchistisch-Feministisch Front claimde de actie. Een bekladding is wat mij betreft al over de grens en daarom dient dit ook door iedereen te worden veroordeeld, zegt Prechthold. Paul staan voor vrijheid ook ChristenUnie-leider jan Segers vindt dat iedereen Paul moet staan voor de vrijheid van Baudet. Hoezeer ik het ook met hem oneens ben. Hij heeft evenveel vrijheid om te zeggen wat hij wil als ik zelf heb. Dit is echt heel erg bedreigend. Volgens Segers raakt zo'n aanval niet alleen politici. Maar ook de kiezers die ze vertegenwoordigen. Je maakt niet alleen Bouw dit of een andere vertegenwoordiger monddood, maar ook zijn nachterben. Dat is een schending van de democratie die we nooit mogen tolereren. Ik kan me voorstellen dat door zo'n bekladding ook je gevoel van veiligheid weg is. Siebrand Bumay, CDA, daarom vindt hij het terecht dat dit soort overtredingen door de rechter harder bestraft worden. Niet omdat wij als mensen bijzonderder zijn, maar in onze functie sta je voor vrijheid. Voor politieke vrijheid, dat heeft wel een prijs. CDA-leider Siebrand Puma gaat uit van een bredere opvatting. Degenen die zich in het publieke debat mengen, moeten dat in vrijheid kunnen doen. Dat geldt niet alleen voor politici. Maar ook voor anderen die in het publieke debat een rol spelen. Thuis veilig voelen, hij betreurt het dat al vele politici te maken hebben gehad met bedreigingen. Deze democratie kan alleen functioneren als mensen vrij zijn om het werk te doen wat zij namens de Nederlandse bevolking doen. Volgens hem is het belangrijk dat mensen zich thuis veilig voelen. Ik kan me voorstellen dat zo'n bekladding meer is dan alleen het bekladden van een deur. Dat ook je gevoel van veiligheid weg is. Daarom is dit ook zo verwerpelijk. Aangifte gedaan Baudet heeft van beide aanvallen op zijn huis aangifte gedaan. Een woordvoerder liet weten dat Baudet grote waardering heeft voor de professionele wijze waarop de Amsterdamse politie de zaak voortvarend heeft opgepakt.